mensen, mijn naam is de Matt Luigi en de president van Nintendo, meneer Furukawa, heeft pas geleden aangekondigd dat wij dit jaar gaan weten wat de volgende Nintendo console is. Nou, ik heb al een grote video gemaakt waar ik een paar predictions deel met jullie, waar ik praat over wat de volgende Nintendo console gaat zijn in mijn Wat is de volgende Nintendo Switch video. Maar in die video heb ik niet besproken wat ik wil zien op de Nintendo Switch 2. En in deze video refereer ik ook naar de volgende Nintendo console als Nintendo Switch 2, omdat president Furukawa had vermeld in een interview dat het beste hoe je naar dit nieuwe systeem kan kijken is als de volgende Nintendo Switch. Daarmee kunnen wij ervan uitgaan dat, ja, dit gaat weer een Nintendo Switch worden. Een hybrid die op de tv kan en op handheld mode kan. Maar ik denk dat het nog steeds wel iets van een rare gimmick gaat krijgen, waardoor het heel anders is dan Nintendo Switch 1. Maar voor nu noemen we dit ding gewoon Nintendo Switch 2. En met nieuwe hardware komen natuurlijk hele nieuwe games. Dus ik heb hier 10 Nintendo Switch 2 games die ik heel erg graag wil zien op deze nieuwe hardware. En ik heb dit voor mezelf opgedeeld in twee categorieën. We hebben 5 nieuwe Nintendo Switch 2 games, die we dus nooit eerder hebben gezien. En dan hebben we 5 remasters van oude Nintendo Switch games, die ik heel erg graag wil zien op dit nieuwe systeem. Eén game die ik niet uitgebreid ga bespreken in deze video is de volgende Mario Kart. Want ik heb in mijn grote prediction video over de volgende Nintendo console al heel wat gesproken over de volgende Mario Kart. Ik denk dat dit de grote launch title gaat zijn voor Nintendo Switch 2. Dus het leek mij niet nodig om die in deze video te stoppen. Dus de eerste nieuwe game die ik wil bespreken is Super Mario Odyssey 2 / de volgende 3D Mario game. Nou, over dit onderwerp heb ik al een hele video gemaakt. Waar is Super Mario Odyssey 2? Die je nog steeds kan gaan checken. Alleen, die video is nu al ietsjes ouder. En dat was voordat we de informatie wisten die we nu weten. En in die video besprak ik een beetje van, het is raar dat we nog geen Mario Odyssey 2 hebben gekregen. Ik denk dat ze die bewaren voor Nintendo Switch 2 of gewoon iets nieuws gaan doen. Super Mario Odyssey kwam origineel uit in 2017 op de Nintendo Switch. En het was een fantastische game. Met wat problemen. Om de een van de reden is de helft van deze game niet heel erg memorabel. Een heleboel van de levelthema's zijn uniek, maar dan zijn er ook levelthema's en levels waarvan ik denk, ik kan me deze niet meer voor ogen halen als ik die al een tijdje niet meer heb gespeeld. En de muziek van de game was ook helemaal niet zo goed als andere Mario games. Maar wat wel heel goed was aan deze game was de gameplay. Mario heeft de allerbeste moveset en movement van alle 3D Mario games in Super Mario Odyssey. En de capture mechanic is zo leuk. In een ideale wereld hadden we een Odyssey 2 gezien die alle problemen van de eerste Mario Odyssey fixt op Nintendo Switch. Maar aangezien ze dat niet hebben gedaan, denk ik dat de kans heel klein is dat we Odyssey 2 gaan zien op Nintendo Switch 2. Wat ik wel hoop van de volgende 3D Mario game is dat het weer zo uniek en goed voelt om te spelen als Super Mario Odyssey. Geef me meer van die rare thema's en van die rare ideeën die we nog nooit hebben gezien met Mario. Breid uit op de fantastische gameplay en gamefeel van Super Mario Odyssey. En dat bedoel ik niet zozeer de capture mechanic, maar ik bedoel gewoon de movement van Mario. Geef me weer iets van een leuke gimmick die een extensie is van de movement van Mario, zoals we hebben gezien in andere 3D Mario games. En natuurlijk, breid uit op Sandbox Mario. Hoe goed games zoals Mario Galaxy en 3D World ook zijn, denk ik dat het duidelijk is dat Sandbox Mario voor 3D Mario een winnende formule is. Er zijn zelfs wat geruchten dat de volgende 3D Mario game een volle open world Mario game wordt en dat trekt mij iets minder aan. Maar als je kijkt naar iets als Bowser's Fury, dat was één groot Super Mario Odyssey level met een heleboel thema's en levels in één wereld gebouwd. Dus als ze iets als dat doen, maar op een grotere schaal, kan ik daarmee leven. Ik denk wel dat het enige tijd gaat duren voordat we deze nieuwe 3D Mario game gaan zien. Zeker omdat we net Super Mario Bros. Wonder hebben gekregen. Maar ik denk dat we de game wel krijgen in de eerste 2 jaar van de Switch 2. Dan gaan we naar de eerste remaster van deze video. En dan gaan we praten over The Legend of Zelda Breath of the Wild. Er zijn een heleboel geruchten dat vorig jaar tijdens Gamescom een nieuwe versie van Breath of the Wild is laten zien die in 4K runde op 60 fps en gewoon een grote tech demo was voor de Switch 2. Nou, als dit bestaat, dan wil ik het. Wat ik heel erg hoop is dat wij backwards compatibility krijgen op Nintendo Switch 2 met Nintendo Switch. Mijn library van Nintendo Switch games is gigantisch en ik zou het heel jammer vinden als ik die games niet mee zou kunnen brengen naar de volgende Nintendo console.
Maar stel dat we backwards compatibility krijgen op Nintendo Switch 2 met Nintendo Switch games, dan hoop ik dat we nog steeds specifieke remasters krijgen die echt gemaakt zijn om puur te spelen op Nintendo Switch 2. En Breath of the Wild was een van de beste games op Nintendo Switch. Het is nog steeds een van de beste launch titles in Nintendo geschiedenis. Deze gigantische open world game liet in één keer zien hoe je dit soort gigantische console games kon hebben op kleine handhelds zoals Nintendo Switch. Eén groot probleem met de game is dat die niet altijd even goed runt. En ik bedoel, hij runt echt fantastisch. De game speelt echt heel erg fijn voor de hardware waar het op runt. Maar het zou zo fijn zijn om deze game te kunnen spelen zoals ik een paar jaar geleden heb gedaan op een emulator. Hyrule opnieuw verkennen met een iets hogere resolutie en een betere framerate zou echt fantastisch zijn. En ik zou die hele game helemaal opnieuw spelen op Nintendo Switch 2. Dit is misschien ook een goed moment om dingen zoals laadtijden te verbeteren van Breath of the Wild. Want de laadtijden van die game waren af en toe best wel lang. Dus als ze die sneller kunnen maken, de game er mooier kunnen laten uitzien en een hogere framerate kunnen geven, dan zou ik die hele game gewoon weer opnieuw kopen. En ik denk ook dat aangezien Tears of the Kingdom net uit is, ze eerder Breath of the Wild zouden remasteren in plaats van Tears of the Kingdom. Want iedereen heeft net Tears of the Kingdom gekocht en ik denk dat mensen niet zomaar die opeens zouden dubbeltippen. Aangezien Breath of the Wild ietsjes ouder is en veel meer geliefd is over het algemeen, denk ik dat mensen eerder een remaster van die game zouden kopen. En hey, misschien tegen het einde van de Switch 2's leven aan krijgen we een remaster van Tears of the Kingdom en dan hebben we beide games. En aangezien we het toch over Zelda hebben, wat denk je van een hele nieuwe The Legend of Zelda game? Nou, Tears of the Kingdom is nogmaals net uit. Dus ik verwacht niet dat ze zomaar opeens een nieuwe 3D Zelda game gaan uitbrengen op Nintendo Switch 2. Ik denk dat we dat ding pas tegen het einde van de console-generatie gaan zien. Maar wat ik wel heel erg graag wil, is een hele nieuwe 2D Zelda game. En vooral eentje die wat teruggaat naar de lineaire gameplay van de oude pre-Breath of the Wild games. Ik heb een hele grote waardering gekregen voor 2D Zelda, zeker aangezien ik de laatste paar jaar steeds meer van die games heb gespeeld, zoals bijvoorbeeld Minish Cap, wat echt een fantastische game is. Alleen als je kijkt naar de output van 2D Zelda van de laatste paar jaar, dan is het zeker een beetje teleurstellend. Ik bedoel, de 3DS die had zeker wel een paar 2D Zelda games, maar dan kijk je naar de Switch en dan is het alleen de Link's Awakening remake. En hoe fantastisch de Link's Awakening remake ook is, en hoe graag ik die ook op Switch 2 zou willen, zodat we de framerate kunnen fixen van die game, het is een remake van een oude Game Boy game. En voor mij is dat fantastisch, want ik had nooit de originele Game Boy game gespeeld, maar voor een heleboel mensen was dit een game die ze al heel vaak hebben doorgespeeld. En zeker nu dat de identiteit van Zelda praktisch gezien gewoon gigantische open world games is, denk ik dat we een heel groot gat in de markt hebben voor klassieke oude lineaire Zelda games. Die oude formule van Zelda is nog steeds heel erg goed. Een heleboel van de oude Zelda games zijn nog steeds heel erg geliefd, ondanks dat we nu games hebben zoals Breath of the Wild. Dus als we nu in een tijd leven waar 3D Zelda zo groot en open is, dan hoop ik dat er nog steeds plek is voor wat kleinere 2D Zelda games die nog steeds die oude gameplay hebben. En zeker aangezien het nog heel lang gaat duren voordat wij de volgende 3D Zelda game gaan zien op Switch 2, zou het fijn zijn om iets te hebben in de tussentijd wat ons nog steeds die Zelda feeling geeft. Om weer terug te gaan naar de remasters wil ik heel erg graag Fire Emblem Three Houses remastered zien op Nintendo Switch 2. Want dit is een van mijn favoriete Nintendo Switch games die er gewoon verschrikkelijk lelijk uitziet. Ik denk dat het veel logischer is als ze een remaster maken van Fire Emblem Engaged of misschien zelfs een volledig nieuwe Fire Emblem game maken voor Nintendo Switch 2. Maar Fire Emblem Three Houses is echt een fantastische game die ik heel graag beter wil zien op Nintendo Switch 2. De gameplay van de game zelf is fantastisch. Ik hou van het verhaal, ik hou van de karakters. Alleen het grote probleem is gewoon dat het ding ziet er niet uit. Aan de framerate van de game hoef je niet eens in mijn mening zoveel te veranderen, aangezien het grootste deel van de game gewoon een turn-based top-down tactics game is. Wat ik gewoon wil zien is wat mooiere opgepoetste textures die ook een wat hogere resolutie zijn en dan ben ik zeker beter tevreden. Nou, een nieuwe game waar we technisch gezien al jarenlang van weten, is Metroid Prime 4. Deze game werd aangekondigd in 2017. En de reden dat ik hem graag wil zien op Nintendo Switch 2, is omdat ik hem graag wil zien. Ik heb aardig wat van de 2D Metroid games gespeeld, maar als het komt tot Metroid Prime, heb ik alleen Metroid 3 op de Wii een stukje gespeeld en een heel klein beetje van Metroid Prime 1. Maar ik kan wel zeggen dat Metroid Prime Remastered er fantastisch uitziet op Nintendo Switch. Ik kan niet geloven dat dit een Nintendo Switch game is. Kun je je voorstellen wat Retro Studios kan doen met Nintendo Switch 2 hardware?
Nou, omdat ik zo weinig weet van Metroid Prime en Metroid lore in het algemeen, weet ik niet wat ik nog meer kan zeggen over wat ik wil zien in deze nieuwe Metroid game. Wat ik gewoon wil is dat deze game, die al zo lang in development is, eindelijk een keertje uitkomt en er gewoon prachtig uitziet. Ik wil dat dit een tech demo is van hoe prachtig Nintendo Switch 2 games kunnen zijn. En hey, als bonus games voor deze video, remaster ook even Metroid Prime 2 en 3. Die games verdienen ook een mooie remaster. Misschien niet op het niveau als Metroid Prime remastered, maar gewoon een simpele HD-upscaling op Nintendo Switch 2 is al voldoende. Maar één remaster waar wel heel veel werk voor nodig is Xenoblade Chronicles 2. Nou, net zoals met Free Houses denk ik dat ze eerder een Xenoblade Chronicles 3 remaster zouden doen, maar 2 is de game die het echt heel hard nodig heeft. Xenoblade Chronicles 2 is een van mijn meest favoriete games op Nintendo Switch. Het is echt zo'n fantastische game die verschrikkelijk runt op de hardware. Van alle Xenoblade games op Nintendo Switch is dit degene die het meeste werk nodig heeft om wat meer comfortabel te zijn om te spelen. Ik denk dat op tv-mode visueel de game er al fantastisch uitziet, dus daar hoef je niet heel veel aan te doen. Maar de game in handheld mode ziet er bijna niet uit en hij wordt in feite steeds lelijker hoe langer je de game door blijft spelen. Xenoblade Chronicles 2 op Nintendo Switch heeft een memory leak probleem waardoor de game steeds meer begint te laggen hoe langer je hem blijft doorspelen. Dat betekent dat je af en toe de game gewoon volledig moet herstarten om te zorgen dat het weer een degelijke framerate krijgt. Alleen die degelijke framerate is zelf al niet zo heel erg degelijk. Dus als wij een Xenoblade Chronicles 2 remaster kunnen krijgen die de game in handheld mode niet alleen beter laat runnen, maar ook er beter laat uitzien, dan zou dat echt een fantastische game zijn op Nintendo Switch 2 en ik zou hem direct opnieuw kopen. De DLC is praktisch gezien een nieuwe game op zichzelf, dus misschien kan je die niet er zozeer bijbundelen, maar dat zou wel heel erg fijn zijn voor mensen die de game nog niet hadden gekocht. Ik denk dat het een best wel lange tijd gaat worden voordat we de volgende game gaan zien van Monolith Soft, dus als we ondertussen een Xenoblade Chronicles 2 remaster kunnen krijgen, dan ben ik heel erg blij. Of hey, misschien eindelijk de Xenoblade Chronicles X-port, als die niet ondertussen al op Nintendo Switch zit op dat punt, want de kans is er nog dat die dit jaar uitkomt, maar misschien willen ze die bewaren voor de Switch 2. Ik weet het niet, ik weet wel dat ik gewoon een Xenoblade Chronicles 2 remaster wil. En over grote JRPG games op Nintendo Switch 2 gesproken, ik kan niet wachten om te zien wat de volgende Pokémon game is. Oké, ik denk niet dat we nog een keer hoeven te bespreken over dat ik geen fan ben van Pokémon momenteel. Ik denk dat de Switch generatie van Pokémon games de slechtste generatie is voor Pokémon. Nou, als ik het heb over de volgende Pokémon game, dan heb ik het niet over Legend Z-A, want ik denk dat dat gewoon puur een Nintendo Switch game is. Ik denk niet dat dat een cross-gen game gaat zijn. Maar uit Legend Z-A kunnen we nou al wat informatie halen over de volgende Pokémon game, want Legend Z-A komt dit jaar niet uit. Die hebben ze bewaard voor 2025. Dus als het inderdaad gewoon een Nintendo Switch 1 game is en het niet is gedelayed om op Nintendo Switch 2 te zitten, dan laat dat zien dat Pokémon nu langzamerhand weer hun tijd begint te nemen met games. En we moeten zien wat dit extra jaartje van development tijd doet voor Legend Z-A, want Scarlet and Violet was echt heel ruig man. Maar als dit daadwerkelijk laat zien dat met extra tijd ze weer een degelijke game kunnen maken, dan ben ik heel erg benieuwd wat ze kunnen doen op Nintendo Switch 2. Laat me wel duidelijk zijn, ik denk niet dat nieuwe hardware automatisch het probleem met Pokémon gaat fixen, want deze games die hebben een probleem met development als in dat ze te snel uitkomen, niet zozeer dat de developers niet genoeg hardware hebben om mee te werken. Maar als we een Pokémon game kunnen krijgen die zowel genoeg development tijd krijgt als kan werken met nieuwe sterke hardware, dan ben ik echt heel erg benieuwd wat Game Freak kan maken met deze hele nieuwe console. Het is overduidelijk dat open world Pokémon games de toekomst zijn. Deze games worden steeds groter en groter en steeds ambitieuzer. Dus als deze games de tijd krijgen die ze nodig hebben om gemaakt te worden en we hebben een hele mooie nieuwe Nintendo Switch waar ze op kunnen runnen, dan ben ik echt benieuwd wat voor prachtige dingen ze kunnen doen met deze nieuwe game. Scarlet and Violet zag er echt verschrikkelijk uit op Nintendo Switch. Dus ik hoop dat ze daarvan hebben geleerd. En wat er ook gaat komen op Nintendo Switch 2, wat voor nieuwe generatie of nieuwe game, ik hoop dat het competent gaat zijn. Maar dan gaan we nu over van een Pokémon game naar een Pikmin game. En één game die ik echt heel erg graag wil zien geremasterd op Nintendo Switch 2 is Pikmin 4. Pikmin 4 is een van mijn favoriete games van vorig jaar en dit is echt een fantastische game die heel weinig werk nodig heeft om goed te zijn op Nintendo Switch 2.
Als we simpelweg gewoon een hoge resolutie kunnen krijgen op 60 fps, dan ben ik meer dan tevreden met deze game. En de game ziet er al fantastisch uit, dus er is echt heel weinig wat je hoeft te doen om dit een mooie remaster te maken. Pikmin 4 is in mijn mening al een bijna perfecte Pikmin game. Het is zo contentrijk, het heeft zoveel om te doen, zulke leuke gameplay. En het enige wat het een beetje tegenhoudt is de Nintendo Switch zelf. Dus een remaster hoeft niet eens extra content of weet ik het wat te bevatten. Gewoon Pikmin 4, maar dan mooier. Nou, de laatste nieuwe game die ik wil bespreken voor deze video op Nintendo Switch 2 is Super Smash Bros. Nou, ik weet wat je gaat zeggen. Na Super Smash Bros. Ultimate gaat het waarschijnlijk een hele lange tijd worden voordat wij de volgende echte nieuwe Super Smash Bros. Gaan zien. En waarschijnlijk is een port van Ultimate op Nintendo Switch 2 met alle characters in één pakket plus misschien een paar extra nieuwe karakters een veel logischer idee. Ik bedoel, je kan met Super Smash Bros. Ultimate heel makkelijk hetzelfde doen als Mario Kart 8, waarbij je gewoon de game port naar de volgende generatie Nintendo console en gewoon er een deluxe edition van maakt en die blijft verkopen voor de komende 10 jaar. Maar ik wil heel erg graag een nieuwe Smash Bros. Zien, want ik ben gewoon heel benieuwd wat ze gaan doen na de ultieme Super Smash Bros. Ik kan me niet eens voorstellen wat ze zouden kunnen doen na Super Smash Bros. Ultimate, omdat die game gewoon echt voelt als de perfecte ultieme versie van Super Smash Bros. Die game had de beste gameplay van de serie en letterlijk alle karakters en meer van alle Smash Bros. Games zaten in deze game. Maar ik zou gewoon heel erg graag willen zien wat ze zouden doen hierna. Misschien Smash rebooten met een nieuwe gameplaystijl of misschien oude karakters die movesets hebben die van de N64 afkomen, updaten zodat ze nieuwer zijn en wat moderner. En natuurlijk het ding wat ik het allerliefst wil zien is nieuwe character trailers. Super Smash Bros. Is zo'n hype train waar iedereen op het internet massaal uitkijkt naar Nintendo Directs voor Super Smash Bros. Character reveals. Ik heb zo vaak zo hard genoten en geschreeuwd en gelachen om reveal trailers van karakters die in deze games komen. En dat maakt natuurlijk voor hele leuke live reactie video's die ik dan weer kan uploaden op mijn YouTube kanaal zodat ik extra content heb. Nogmaals, het logische is Super Smash Bros. Ultimate Deluxe. Maar Sakurai weet ons altijd te verrassen. Hoe erg we ook denken dat we hem doorhebben, hij doet altijd iets nieuws en bizars. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat hij gewoon zegt, fuck it, voor mijn laatste game maken we een nog grotere Smash Bros. Game dan we al hebben gemaakt. En ondanks dat ik me heel erg zorgen maak om de gezondheid van deze beste man en het liefste zou willen dat hij een hele lange vakantie zou nemen van de rest van zijn leven, ben ik heel erg hyped om te zien wat Sakurai zou doen na Smash Bros. Ultimate. Dat waren 5 nieuwe games en 4 remasters. Ik heb nog 1 game achtergehouden voor deze video. Wat is die laatste grote remaster die ik wil zien op Nintendo Switch 2? Wat kan een game zijn waar ik zo hyped voor ben dat ik hem bewaar voor het einde van deze video na Super Smash Bros. Ultimate? Minecraft Bedrock Nintendo Switch 2 editie. Ik heb dit nodig. Als je het nog niet doorhad, Minecraft is een van mijn meest favoriete games aller tijden. Ik heb een 2DS XL Minecraft editie. Ik heb een Xbox One Minecraft editie. Ik heb de Bedrock en Java editie. Ik heb de Bedrock editie op zoveel platformen. Ik heb zelfs 2 aparte versies van Minecraft op 1 platform. En toch wil ik meer Minecraft. Waarom zou ik je niet kunnen vertellen, maar het feit dat ik op livestream al mijn tijd heb gespendeerd met het bouwen van een gigantische meloen in Minecraft, laat misschien zien dat de game een beetje verslavend is. Ik heb 100 uren gestoken in mijn Nintendo Switch copy van Minecraft. Het is niet normaal. En dat is jammer, want de Nintendo Switch versie van Minecraft zuigt heel hard. De performance van deze game op Nintendo Switch, zeker als je al een heleboel hebt gebouwd, is gewoon niet goed. Het is zo zonde dat deze game zo leuk is, maar dat we gewoon nog steeds geen normale, competente versie van de game hebben op een handheld. En Portable Minecraft is zo fantastisch dat ik constant op zoek ben naar nieuwe manieren om Minecraft op een portable te spelen. Van de 3DS-versie tot de Vita-versie tot de Android-versie die ik heb gekocht voor mijn GPT XT Plus om hem daarop te spelen. Ik heb Minecraft Bedrock editie werkende gekregen op Steam Deck en dat speelt fantastisch, maar de game is gewoon niet up-to-date en dat wil ik zo graag. Ik wil up-to-date Minecraft kunnen spelen op een degelijke performance op een handheld.
En nee, ik tel niet de mobile versies, want hoe goed die ook zijn op je telefoon, Minecraft spelen op een telefoon is verschrikkelijk. Heb je wel eens Minecraft geprobeerd te spelen met de touchscreen? Waarschijnlijk wel, want je hebt waarschijnlijk deze game op je iPad of zo, want je bent een kind van 12. Maar het is verschrikkelijk. Dus mijn nummer 1 droom, mijn nummer 1 remaster, of gewoon eigenlijk een nieuwe game op Nintendo Switch, is de Minecraft Bedrock editie op Nintendo Switch 2. Als Nintendo Switch 2 echt zo sterk is als we momenteel speculeren dat het is, dan zou ik er alles voor geven om Minecraft erop te kunnen spelen, zodat ik een fijne, fantastische versie heb van handheld Minecraft, waar ik weer honderden uren in kan steken. In ieder geval mensen, vonden jullie deze video leuk? Geef dan een like, abonneer ze ook al leuk zijn, laat mij weten wat jullie denken van deze video. Zijn er games die jullie graag willen zien op Nintendo Switch 2? Ben je het eens met mijn nieuwe games en remasters in deze video? Of denk je van, stop gewoon, je moet stoppen met Minecraft spelen, wat ben je aan het doen? Laat het me weten in de reacties, ik wil het erg graag weten en dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye!